Je kan het. Een walkout. Lekker, kom op. Wat is dit? Niet! Niet! Is dat een team of the year? Dames en heren, echt, ik heb het gevoel dat we vandaag iets lekkers gaan pakken. Ik weet niet waarom, maar we moeten vandaag iets goeds gaan pakken. Vergeet even niet deze video te liken, minimaal 2000 likes. En abonneer op mijn kanaal, jongens. We zitten echt bijna op die 105.000 abonnees. Ik wil heel graag 105.000 abonnees. Dus vergeet even zeker niet te abonneren. Het blijft altijd gratis. Het is ongelooflijk, maar waar. Maar we gaan vandaag Weekend League Rewards openen. We hebben dit weekend weer gestreden. Ik heb hem lekker en simpel op goud 1 weggezet. Ik dacht, dat is chill sowieso voor die rewards met Team of the Year. Dus we gaan kijken, jongens, waar deze ellende ons heen gaat brengen. Oh, ik ben nog even aan het bijkomen, joh. Dat is echt van gisteren. Ik ben nog even aan het bijkomen, want... Oh man, wat hebben wij gisteren een backluck gehad op de veteranen. Als je dat nog niet hebt gezien, check even die video. Maar... Ja, wat moet ik daar nog van zeggen? Ik heb alleen nog maar zin om eigenlijk met dat account te spelen. Nee, oké, dat is wel heel overdreven, want mijn team is eigenlijk straks bijna net zo goed. Maar wat een backluck hebben wij op de veteranen gehad, jongens. Die video gaat ook echt bizar. Na 14 uur, volgens mij, even kijken. Nou ja, nu na 14 uur 60.000 weergave. Oh, maar dat gaat nog wel harder. Die gaat wel richting 100, 150.000. Kijk die video even. Echt geweldig. Maar goed, dat was allemaal op de veteranen. Daar ben ik heel erg blij mee. We gaan vandaag ook verder met mijn eigen account. Maar goed, we hebben al een groot probleem, jongens. Want zoals jullie weten, is er gezeik geweest vanochtend met de player picks. En het is nu 11:30 pas. Ik dacht ook toen ik dat vanochtend las. Maar ja, ik doe even snel via de mobiel. Doe ik even wat player picks openen. Ik had twee hele slechte. Maar goed, ik heb al iemand gezien die ook gewoon alweer Ronaldo had. Uit die player picks. Dus ik hoop voor jullie dat je een beetje packluck hebt gehad. En ik weet niet wanneer de volgende. Wanneer de volgende juiste player picks dus gaan komen. Dat duurde de vorige keer ook bijna. Wat was het? Een dag of twee dagen later. Dus dat is wel kut. Dus ik weet niet wanneer we deze video helemaal gaan uploaden. Kan zijn dat deze video pas vrijdag online komt. Ja, dat is gewoon kloten. Of misschien upload ik hem wel en dan gewoon zonder player picks. Maar het gaat wel om de player picks. Want team van de week is echt ziek, jongens. Laten we heel even snel team van de week erbij pakken. Want kijk, het is niet. Trouwens, het is niet heel erg ziek. Dat valt best wel mee. Maar we hebben gewoon Neymar, die natuurlijk, ja, gewoon het ziekste is. Dat is de enige eigenlijk waar ik om draai. Ik had vooraf, toen ik zag op een gegeven moment Benzema, ik zag de Young, Madison, ik zag Silva. Ik dacht, wow, dat is wel een heel ziek team van de week. Ik zag Pope. Maar kijk, ik zou best wel tevreden zijn eigenlijk met Frenkie de Jong. Ik weet niet of ik hem in de basis zou kunnen zetten, maar oké. Okay. Misschien wel als ik Cruyff, dus als Icon heb. Ja, Neymar zal basis gaan, de Jong en Pope misschien wel, ja. Pope? Nou, ik weet niet. Het leek van tevoren een zieke team van de week, maar als ik het nu eigenlijk zo bekijk, valt het best wel mee. Dus ja, als mijn Marder niet in zou zitten, zou je weer zeggen dat het een slecht team van de week is. Maar goed jongens, we moeten het hiermee doen. Kijk, wat leuk is, die Weekend League Rewards heb ik dus al moeten claimen. Die muntjes heb ik al bij, zitten nu op 270.000 muntjes. Maar we hebben heel veel pakketjes voor die andere video van mij. De 100.000 pakketten gaan we wel straks openen, want dat zijn wel Weekend League Rewards. Die gaan we gewoon echt traditioneel volgens de regels nu wel openen. En we gaan natuurlijk gewoon even de Fishing Rivals claim, want ik ga vandaag wel veel Rivals even spelen. Dus dan, dan kunnen we in ieder geval hopen dat we volgende week een keer wat geluk hebben. Waar zullen we voor gaan? 4 zeldzaam megapakket. Hoe goed is een zeldzaam megapakket? Ga ik eens opzoeken. Ik heb geen idee eigenlijk wat erin. Die kunnen misschien wel goed zijn. Laten we gewoon daarvoor gaan nu tijdens Team of the Year. We gaan gewoon voor die untradeable 4 zeldzaam megapakket. We hebben tenminste gewoon lekker wat packjes om te openen. Dus echt, we zijn net niet divisie 1 geëindigd. Daar baal ik wel van. Want ik heb hem dus expres op goud 1 weggezet. Zodat ik nog wat potten over had om na de Weekend League dus te spelen. Dus ik heb hem expres nog 4-5 potten maandag gewonnen ook. En toen haalde ik het zelfs niet eens. Dus dat was echt kloten. En ik had ook nog 4-5 potten volgens mij voor mijn Weekend League begonnen gespeeld en ook gewonnen. Dus ja, ik snap het niet. Soms haal ik ineens wel divisie 1, terwijl ik amper heb gespeeld. Maar goed. Geen player picks, dus dat is wel kloten. Dat is wel natuurlijk een van de leukste dingen. Maar goed, dan gaan we maar pakketten openen. Ja, ik weet het ook niet. Laten we eerst beginnen met de divisie rivals. Dat waren dus de zeldzaam mega pakketten. Hoeveel heb ik ervan? 1, 2, 3, 4. Nou, dat klopt. Oké, dat zijn ze ook dan. Oké, 4 zeldzaam mega pakketten. Kans op een team of the year, natuurlijk. Dat zit er altijd in. De kans is echt 0,00001. Maar we gaan ervoor. Kijk. Dit zijn ook gewoon prima pakketten om eigenlijk een trader te kiezen. Want er zitten heel veel van die conditiedingen in. En we pakken wel een team van de week, jongens. Het is ongelooflijk. Een Romero. Oh, Coman. Volgens mij had ik die al een trader. Oh nee, die heb ik niet een trader. Dat is een andere kaart. Maar kijk, dit is gewoon best wel chill. Dan heb je al deze meuk. Kan je toch altijd lekker bewaren. Ja, dit hoef ik allemaal niet. Die mogen allemaal weg. De rest bewaren. Zullen we die gouden pakket maar ook openen? Dat vind ik vind die zo slecht. Dan zijn we er ook gelijk vanaf. Weet je, wat moeten we ermee? Hier, op, weg.
weg. Ik had dus een draft gewonnen. Dat ga ik misschien vandaag ook wel doen. Hier, Rome. Eloy. Wat een gek, zeg. Nee, ik had dus een draft gewonnen. En dan kreeg ik echt het slechtste pakket, volgens mij. Is dat twee keer goud pakket en twee keer goud Electrum spelerspakket of zo? Ah, die zijn zo slecht. Terwijl de beste had ik toevallig die dag daarvoor gehaald. En dat was dat je dan 45k of zo krijgt. Plus dan nog hele lijp pakketten. Oké, waar zijn ze, jongens? De zeldzaam megapakket. Megapakketten. Deze ken ik beter altijd een tradable kiezen. Want ja, oep, ja, niet. Dit is allemaal prima voor SBC materiaal. Deze mogen we weg. Hoppa. Waar gaan jullie altijd eigenlijk voor? Gaan jullie altijd voor een tradable of tradable? Eigenlijk moet ik vaker gewoon voor een tradable gaan. Dat is altijd fijn. Maar er moet er wel een keer een walkout in zitten. God, vond ik wel weer blauwe flares. Wat is dit, een freeze? Lijkt echt freeze. Je kan natuurlijk geen freeze meer packen, denk ik. Maar het lijkt wel. Het leek echt op een freeze spelen. Kijk, dan Belen. Ideale super sub. We hebben echt. Ik denk dat ik het ziekste team qua super subs heb, jongens. Dat is echt bizar. Als je ziet wie ik allemaal in tradable heb. Oké, jongens, laatste zeldzaam mega pakket. En dan gaan we wachten op de 100k pakketten. Het is wel een borderspeler, eindelijk. Oh nee, die hadden we eigenlijk al. Neymar, zijn broer. Oké. Nou, kijk, die bewaren we allemaal lekker, jongens. Kijk, Nederlandse badge. Hoppa, Mexicaans. Hoppa, weg. Ermee. Oké, nou, dan hebben we de 200k pakketten. En dan als het goed is nog de player picks. Die komen dus denk ik wel later in deze video. Ja, ik bewaar dat gewoon, want anders is deze video echt nutteloos. Kom op, 200k pakketten. Kom op, een walkout. Jongen, ik vraag om een walkout. Niet om een Turkse inform. Wie de fuck is dit nou weer? Akbunar. Nou, weet je dat er ook niks achter zit? Nee, dat is een nadeel hiervan. Hoppa. Oké, jongens, laatste 100k pakket. En dan hoop ik dat we elkaar snel weer zien. Kom op, jongen. Je kan het. Een walkout. Lekker, kom op. Wat is dit? Niet! Niet! Is dat een Team of the Year? Niet. Oh, we pakken Team of the Year. Oh, het is wel de slechtste, maar we pakken. Ziek. Nee, dit is ziek. Hoeveel gaat hij weg? Ik ben echt bang dat hij voor niks weggaat. Het is zo vet. We pakken het Team of the Year, maar het is wel de slechtste. Godverdomme. Nee, hij gaat maar voor 45 weg. Kut. Maar goed, fucking ziek. Ik ben er fucking blij mee. Ik hoopte zo toen ik Duits zag dat het Kimi. Ik dacht dat het Kimi was. Ja, jongens, ik zit nu gewoon na te denken. Ik denk natuurlijk van ja, hoe stom is dit? Ik kan natuurlijk ook gewoon alleen maar Neuer krijgen en de verdedigers. Ik dacht even omdat het donderdag was dat vandaag alle spelers in pack staat, maar dat is natuurlijk niet zo. Heel stom, want ik zeg tegen iedereen juist bewaar je packs voor na 7 uur natuurlijk. Wat ik vanavond ook noem. Ik ga vanavond om 7 uur ga ik die laatste 20.000 punten erin steken. Plus ik ga die packs dus vanmiddag opsparen. Maar pff, ja, het is wel ziek. Alleen ja, zelf eigenlijk helemaal niet aan mijn eigen regen gehouden. Dat ik het eigenlijk misschien moest bewaren. Maar goed, maakt niet uit. We hebben gepakt. Anders hadden we misschien vanavond niet gepakt. Je kan er nu alleen tot en met 7 uur natuurlijk verdedigers plus doelman. Dus ja, weet je, ik ben er tevreden mee. Kijk, we hebben Neuer, we hebben Robertson. Hoppa. Maar goed, die Neuer is eigenlijk. Ja, het is wel een vette doel, man. Het is ook eigenlijk. Ja, het is wel een vette doel om eigenlijk misschien te houden. Ja, hij kost. Het is dat hij zo. Ja, duur nog is. Weet je, dat is lekker om te verpatsen. Daarvoor kan je ook gewoon Edwin van der Sar halen, weet je, als icon. Ik weet niet of deze natuurlijk gewoon veel beter is. Ja, blijft een ziek kaartje. Kijk, als jij die Boateng doet, die SBC plus die Neuer, ja, what the fuck. Maar goed, jongens, dit is wel echt chill. We verpatsen Neuer. Ik denk dat het bij elkaar, ja, wat zal dit zijn? 600k, 650k is straks. Dus dan komen wij op bijna een miljoen uit. En dan heb ik vanavond nog coins. En we hebben het team al gekocht. Ik kan je even een sneak peek van mijn team laten zien. Wat ik dus heb gekocht. Dus puur voor nu even. Dit is mijn team op dit moment. Hier ga ik vandaag ook even rivals mee doen. Ik ga vandaag echt de hele middag rivals en drafts nog even doen. Zodat ik in ieder geval voor volgende week zieke packs. Maar dit is dus mijn team even op dit moment. Hier komt natuurlijk straks team of the year Ramos. Ja, dat wordt nu al mogelijk eigenlijk. Door deze pack ook. En die rewards die we vanavond gaan openen. Maar dit is al een heel ziek team. Dit kon ik echt precies op de cent nakopen. Ik wil eigenlijk. Ja, ik weet hoe lekker die Eusebio waarschijnlijk is. Daar ga ik dus mee spelen op veteraan account. Daar ga ik dus ook mee spelen. Wil ik eigenlijk hiervoor in plaats van Cruyff. Wil ik Eusebio, baby Eusebio. Ja, dan heb ik een gruwelijk team. En dan nog Ramos erbij in plaats van Fernand. Of misschien in plaats van Varane. Dat zou ziek zijn in plaats van Varane. Maar goed, dit is even tijdelijk mijn team. Dat was puur omdat al die prijzen dus omhoog gingen. Dat ik dacht van ik moet iemand kopen. Die player pick, ja weet je, scheid eraan. Ik ga hem gewoon uploaden deze video. Dus ja, sorry. De player picks die komen een andere keer. De vorige duurde het ook namelijk heel lang. Dus ik moet voor vandaag een video hebben, jongens. Dus like even deze video. Minimaal 2000 likes is wel lekker. En dan zien we elkaar snel. Vergeet ook niet te abonneren trouwens. We zitten bijna op 105.000 abonnees. Ja, belangrijk. Ciao, ciao mensen. Bye bye. Tot de volgende keer.